helemaal kinderen hebben die studeren, een huis met een hypotheek hebben. Als je dan als ondernemer wat gebeurt, dan heb je dus een gigaprobleem. Ik vaar hier op dit binnenschip Flora, een zelfstandig ondernemer. Geen personeel in dienst in het voorschip. Daar heb je vooronder en daaronder zit nog een ruimte. En die heet de hel. Hier kom je echt met alle dagen hoor. En hieronder is dan de hel. Ja, en met het verzetten van de dozen die hier stonden, daar naartoe met de derde stapte ik alsnog met één voet erin. Is niet bevallen in de hel. Toen stond ik met één been in de hel en met het andere been nog op de vloer. Dat was niet aangenaam, want dan kon de rechter enkel niet tegen. Toen brak mijn kuitbeen. Dat gaat minimaal 6 maanden duren, was toen de mededeling. Nou, toen schrok ik wel. Toen trok het nog een keer wit weg. Nou ja, je raakt natuurlijk een half jaar omzet kwijt. Ben niet verzekerd. Was de hand. Simpelweg. Je markt die doet het al 15 jaar niet. Je verzekert alleen waar ze winst op kunnen maken. En zodra er mogelijk risico komt, dan wordt het gewoon uitgesloten. De markt pakt het niet op. Ja, dan verwacht ik dat de politiek het oppakt en dus een volksverzekering van maakt. Dat lijkt mij de beste, de goedkoopste en de meest rechtvaardige oplossing.